vanaf 1925 hebben wij de draaimolen al. En we hebben nu de botsauto's sinds 8 jaar. Je werd de hele tijd van alle kanten gebeukt en zo. En dan krijg je die schok van achter ineens. En dan krijg je het ineens in je rug en zo. Nou, zo te zien vond je het wel leuk, of niet? Tuurlijk. Ja, je moet overal natuurlijk wel rekening mee houden van tevoren. Ja, het hele financiële gebeuren, dat komt er ook nog allemaal weer extra bij dan. Ja, voorheen deed mijn vader er altijd erbij dan. Maar als je dat voor je eigen allemaal wil gaan doen, dan moet je toch weer even erin komen en even weten hoe dat het allemaal gaat en in zijn werk gaat. Ja, verder dat opbouwen, afbreken, overrijden, heb ik allemaal wel gedaan in de afgelopen jaren. Dat weet ik wel hoe dat werkt. Volgens mij had de volwassene net zoveel plezier als die kleine hier. Ja, maar dat moet ook, hè. Daar hoort er ook bij, hè. Als je kleine maar veel plezier heeft, dan is het goed, hè. Hoe was je het in de botsautootjes? Leuk. Je bent 2 keer gegaan, hè. Uh-huh. En wat is de leukste attractie op de kermis? De botsauto's. Zou je eigenlijk nog wel een keertje willen dan? Ja. Hij zou nog wel een keer willen. Ja, dan doen we dat dan nog een keer, hè. Wat vindt u de leukste attractie van de kermis? De Jimmy. Ik zeg al, we hebben nog 2 kinderen en er zijn 2 meiden. En die zitten dus de hele dag in de Jimmy, want die hebben een Jimmy-kaart. En dat had ik vroeger ook. We gaan overal eens kijken waar de Jimmy komt, zo. En waarom de Jimmy? Ja, dat trok als kind altijd aan, hè. Allemaal rennen, tot hij niet meer kon natuurlijk, hè. En dan staat ze 1 uur of 10 te bed en dan knock-out. Drukt het voor u de pret als er in één keer op de kermis zo'n enorme plens bij naar beneden komt? Nee hoor, geen probleem. Maar zij had net zei al, zij maakt het gewoon zelf gezellig, dus geen probleem. Tilburg tot de grootste van de Nederlandse kermis. Mijn vader en moeder die hebben de grijpautomaatjes gekocht toen ze net getrouwd waren. Dus de grijpautomaten zitten bij ons van vroeger af aan al in. Ik ben 34 nou en ik weet niet anders. Dus tegenwoordig is het meer jongelui als gezinnen, want ja, de 30, 40-jarigen die gaan niet meer zo naar de kermis. Het is meer een beetje jongelui geworden. En die klanten kunnen vast ook heel chagrijnig worden als ze niet iets te grijpen krijgen. Ja, dat kunnen ze zeker wel doen. Dat is wel best frustrerend hoor. Want als je iemand ziet en die duwt er €1 in, die haalt er 2 beren uit. En een half uur later dan komt er iemand aan die zet er €20 in te gooien en heeft nog steeds niks. Ja, dan ben ik wel eens geneigd om een beetje brandje te leggen. Hè, dat het aan het wel een keertje eruit gaat. Kun je die grijparmen, kun je die ook beïnvloeden? Nee, dat was vroeger. Vroeger wel. Vroeger ze allemaal van die rode knopjes erop. Dat is allemaal niet meer. Het is allemaal elektronisch gestuurd en het is allemaal hypermodern. Waarom is dat veranderd? Ja, er werd een hoop misbruik van gemaakt, hè. Dat, ja. Maar hoe minder beertjes er gewonnen wordt, hoe minder conditie je hebt. Want ja, ga je eigen maar na. Als je niks wint, kom ik ook niet terug. We staan ook in de gemeente Kranendonk, in Maahezen, in Soerendonk en in Gastel. Ja. Gezellig, leuk om hier te staan.